ik zal het met jullie hebben over stelsels. We gaan vertrekken vanuit een vraagstuk om te weten te komen wat een stelsel juist is. Seppen en Fien die stoppen langs de kant van de weg bij een kraampje en willen daar aardbeien en blauwe bessen kopen. Seppen koopt 2 bakjes aardbeien en 3 bakjes blauwe bessen en betaalt in totaal 14 euro. Fien koopt 4 bakjes aardbeien en slechts 1 bakje blauwe bessen en betaalt in totaal 13 euro. Ik wil graag weten wat de prijs van 1 bakje aardbeien en de prijs van 1 bakje blauwe bessen is. Goed, als ik hier mijn vraag bekijk, dan zijn er 2 zaken die ik zoek. De prijs van de aardbeien en de prijs van de blauwe bessen. 2 dingen die we zoeken, 2 onbekenden. De prijs van het bakje aardbeien zal ik X noemen. Ik zoek ook de prijs van het bakje blauwe bessen. In het derde jaar hebben jullie gelijkaardige vraagstukken opgelost met behulp van een eerste graadsvergelijking met 1 onbekende. Als we toen dit soort gegevens gingen omzetten naar de keuze onbekende, dan gingen we de prijs van het bakje blauwe bessen in functie van die x noteren. Er was toen ook maar 1 onbekende die aan bod kwam. Nu geef ik jullie al mee dat we gaan werken met 2 onbekenden. Dat wil dan ook zeggen dat we 2 verschillende letters gaan gebruiken. De tweede letter die dan meestal wordt gebruikt is I. We gaan dus de prijs van het bakje blauwe bessen I noemen. Als ik dit vraagstuk bekijk, kan ik eigenlijk 2 vergelijkingen opstellen. Ik heb hier bovenaan nog even ter herinnering genoteerd hoe we de prijs van de aardbei en de blauwe bessen hebben genoemd, zodanig dat we hiermee aan de slag kunnen. Eerste vergelijking die we kunnen opstellen is voor Seppe. De tweede die we gaan gebruiken is in functie van wat Fien gaat kopen. Eerst en vooral voor Seppe. We nemen het aantal bakjes maal de prijs van een bakje aardbeien. Ik tel daarbij het aantal bakjes maal de prijs van een bakje blauwe bessen op. En dan vinden we de totale prijs die Seppe moet betalen. Het aantal bakjes aardbeien. Dat zijn er 2. De prijs van een bakje aardbeien hebben we x genoemd, dus 2 maal x. Seppe koopt 3 bakjes blauwe bessen, dus plus 3, maal de prijs van de blauwe bessen, maal I. De totale prijs die Seppe moet betalen is 14 euro, dus is gelijk aan 14. Kortweg, jullie weten die maaltekens tussen een getal en een letter hoef je niet te schrijven, dus 2x plus 3i is 14. Zelfde principe voor Fien. Ook daar neem ik het aantal bakjes aardbeien maal de prijs. Het aantal bakjes blauwe bessen maal de prijs is de totale prijs. Ze koopt 4 bakjes aardbeien. Ook bij Fien is de prijs voor een bakje aardbeien x, dus 4 maal x. Ze koopt 1 bakje blauwe bessen, dus plus 1 maal de prijs van de blauwe bessen maal i is 13 euro. In totaal. Net zoals bij Seppe laat ik de maaltekens weg en 1 maal I kunnen we kortweg noteren als I. Dus we krijgen 4x plus I is 13. Goed. 2 verschillende vergelijkingen. 2 onbekenden, namelijk x en I. Ik zoek dus een oplossing die voor beide vergelijkingen klopt. We gaan dit noteren als een 2 maal 2 stelsel. We kunnen dit duidelijk maken door een accolade voor beide vergelijkingen te zetten. Dit geeft weer dat dit een stelsel is. Een 2 maal 2 stelsel, want ik heb 2 vergelijkingen, vandaar de eerste 2, met 2 onbekenden, vandaar die tweede 2. Dus 2 vergelijkingen, 2 onbekenden. Eens eventjes bekijken. Wat is een stelsel? Was de vraag. We hebben al 1 stelsel vanuit het vraagstuk opgesteld. Hier nog enkele voorbeelden. Ik ga kijken naar het aantal vergelijkingen die er zijn.
drie vergelijkingen. We kijken ook weer naar het aantal onbekenden. Ik zie hier een X, Y en Z. Ik zie geen enkele andere letter meer voorkomen. In heel dit stelsel komen drie onbekenden voor. Drie vergelijkingen met drie onbekenden. Dus een 3 maal 3 stelsel. Tweede voorbeeld. We kijken weer naar het aantal vergelijkingen. Dat zijn er 2. Ik heb hier 3 letters die voorkomen. X, Y en Z. Dus 3 onbekenden. Dus ik heb hier een 2 maal 3 stelsel. Opnieuw naar het vraagstuk. Ik heb dat stelsel opgesteld en uiteraard wil ik ook een oplossing gaan bepalen voor dit vraagstuk. We zouden dit in de eerste plaats kunnen doen door gewoon uit te proberen. Als je nog niet weet hoe je dit kan aanpakken, is dat een methode. Goed. Uitproberen. Stel je voor dat de prijs van een bakje aardbeien 1 euro zou zijn. Goed. Dan gaan we die x hier telkens vervangen door 1 euro, zodat we van daaruit nog maar 1 onbekende in de vergelijking hebben en zodat we dus de prijs van de blauwe bessen kunnen berekenen. Goed, we gaan eerst en vooral aan de slag met de vergelijking van Seppo. Ik ga x vervangen door 1 euro. Dus 2 maal 1 plus 3y is 14. Dit ga ik verder uitrekenen. 2 maal 1 blijft gewoon 2. Ik ga die 2 van lid veranderen, zodat alles met y in het ene lid staat en alle termen zonder y in het andere lid. Een optelling van lid veranderen wordt een aftrekking. We krijgen 3y is 12. Daarna wil ik de factor bij y van lid veranderen. Er staat hier een maalteken tussen 3 en y. Als ik dat dan van lid verander, wordt dat gedeeld door 3. Let op, de vermenigvuldiging wordt een deling. Ik moet dus van die 3 geen min 3 maken, want er staat niet een optelling of een aftrekking, dus gewoon de vermenigvuldiging wordt een deling. 12 gedeeld door 3 is 4. Dus met andere woorden, de prijs van een bakje aardbeien hadden we zelf gekozen. We hadden gezegd, stel dat dat 1 euro is, dan vinden we nu voor y 4. Dus de prijs van de blauwe bessen is dan 4 euro. Nu uiteraard, we kunnen dit als koppel noteren. Ik heb een x-waarde en een y-waarde. De x-waarde komt telkens eerst in het koppel, de y-waarde 2. Dus 1, 4 is het koppel dat we hebben gevonden. Dit is een oplossing van de vergelijking die we voor Seppe hebben opgesteld. Als Seppe 1 euro moest betalen voor een bakje aardbeien, dan zal Fien dat ook moeten doen. Dus ik kan ook bij Fien x vervangen door 1 euro. We hebben daarnet bij Seppe gevonden dat een bakje blauwe bessen 4 euro kost. Dat zou willen betekenen dat als ik deze vergelijking oplos, dat ik bij Fien ook 4 euro voor een bakje blauwe bessen moet vinden. We gaan eens kijken of dat het geval is. 4 maal 1 is 4. Ik wil opnieuw y berekenen, dus ik ga 4 van lid veranderen. Als ik die 4 van lid verander, wordt dat een aftrekking. En 13 min 4 is gewoon 9. Voor Fien krijg ik als koppel 1, 9, want de prijs van de aardbei is 1 euro. De prijs van de blauwe bessen is 9 euro. Dus in dit geval vind ik voor Fien als oplossing van de vergelijking het koppel 1, 9. Nu, ik had gezegd, Seppe en Fien zullen voor zowel de aardbeien als de blauwe bessen allebei evenveel moeten betalen. Als ik nu ga kijken bij Seppe, die moest 4 euro betalen als hij 1 euro voor de aardbeien moet betalen. En Fien 9 euro als de aardbeien 1 euro zou kosten. Dit hier is een koppel voor de vergelijking van Seppe, dit is een oplossing daarvan. Die 1, 9 is dan weer een oplossing van de vergelijking die we opstelden voor Fien. Vermits dit bij beide verschillend is, hebben we nog geen oplossing van het volledige stelsel gevonden. Als we een oplossing vinden van het stelsel, dan zou dit bij Seppe en bij Fien dezelfde oplossing moeten geven.
Goed, we stuiten hier op een probleem. Ik kan voor beide vergelijkingen oneindig veel oplossingen gaan vinden. Ik kan x vervangen door 1, maar evengoed door 1,2, 1,5, 3, 8. Elk getal dat ik maar wil, kan ik invullen op de plaats van x om y te berekenen. Er is in dit geval slechts één oplossing die bij de beide vergelijkingen hetzelfde zal zijn. Uitproberen is dus geen geschikte methode in dit geval. Dat gaat veel te veel werk zijn. We gaan daar oneindig lang aan bezig kunnen zijn. Er bestaan drie verschillende oplossingsmethodes. Die ga ik uitleggen in een van de volgende filmpjes. Eerst en vooral, we hebben het gehad over de oplossing van een stelsel. Daar gaan we nog wel kort even dieper op ingaan. Ze vragen ons of het koppel 5, 6 de oplossing is van dit stelsel. 5 komt als eerste in het koppel, dus dat is de x-waarde. 6 is de y-waarde. Als dit de oplossing zou zijn van het stelsel, dan zou ik, als ik x telkens vervang door 5 en y vervang door 6, ik ga dat even doen, dan zou dat willen zeggen dat het linkerlid telkens gelijk is aan het rechterlid. Als dat voor beide vergelijkingen het geval is, dan is dat koppel wel degelijk een oplossing van dat stelsel. Goed, 5 plus 6 klopt, is 11. 2 maal 5 is 10. 3 maal 6 is 18. 10 plus 18 is 28. Dus bij beide vergelijkingen is zowel het linkerlid gelijk aan het rechterlid. Dus dit is een oplossing van het stelsel. Oplossingsverzameling kennen jullie, noteren we met accolades, maar let goed op, er is nu een koppel dat we daarin moeten plaatsen, dus dat koppel zetten we ook nog tussen haakjes. Tweede voorbeeld. Is het koppel 7,2 de oplossing van het stelsel? 7 is de x-waarde, 2 is de y-waarde, dus we gaan die ook hier invullen in de vergelijking. Ik krijg hier min 7 plus 2 maal 2 is min 3. Bij de andere, 7 op de plaats van x plus 3 maal 2 is 18. We gaan eens even kijken of dat klopt. Bij de eerste vergelijking, 2 maal 2 is 4. Bij de tweede vergelijking, 3 maal 2 is 6. Dus als ik de eerste vergelijking hier verder uitwerk, krijg ik min 7 plus 4 is min 3. De tweede vergelijking wordt 7 plus 6 is 18. Min 7 plus 4 is wel degelijk min 3. Dus ik krijg bij de eerste vergelijking min 3 is gelijk aan min 3. 7 plus 6 is 13. 13 is niet gelijk aan 18. Dat wil dus zeggen dat het koppel 7,2 geen oplossing is van het stelsel. Het is wel een oplossing van de eerste vergelijking, want daarbij is het linkerlid gelijk aan het rechterlid, maar geen oplossing van de tweede vergelijking. Om een oplossing te zijn van het volledige stelsel, moet het voor beide vergelijkingen opgaan. En dat is niet het geval. Zo, als jullie willen weten hoe we een stelsel correct kunnen oplossen, kunnen jullie bij de filmpjes van de drie oplossingsmethodes gaan kijken.